kennen het uit onze studententijd. Urenlang boeken lezen en hopen dat de informatie ook opgeslagen wordt. Helaas blijft maar 10% van wat we lezen ook echt hangen. Ik ga over praten met Janneke Stielstra. Ze is high performance coach en die weet dus precies hoe het misgaat bij studenten. Christian Henny, die was zo'n student die het nauwelijks kon bijbenen. Die heeft toen een online tool ontwikkeld. Dat is ook een groot geluk geworden, want dat loopt heel goed en er wordt heel veel geld mee verdiend. Daar gaan we het ook over hebben. Eerst een high performance coach trouwens, wat is dat? Ik hou mij bezig hoe je slimmer kunt leren en daarnaast ook hoe je echt gedragsverandering kunt bewerkstelligen. Kijk eens aan, wat een geweldig vak. Nou, Christian Henny heeft het online tool ontwikkeld. En wat is het nou precies? E-Effect, wat is dat? Je leert gewoon vanuit je boek en maakt aantekeningen en e-effect, zoals je normaal op je notitieblok zou doen. Het programma zorgt ervoor dat je op tijd aan de stof begint, maar ook dat je genoeg pauze houdt om scherp te blijven. Mindmappen is heel belangrijk om verbanden te leggen. Als je dit goed doet, worden er automatisch vraag- en antwoordspelletjes aangemaakt, zodat je de stof op een makkelijke manier kan herhalen. Ook kun je notities en tips delen met vrienden en leraren over de hele wereld die met dezelfde stof bezig zijn. Het online leerprogramma zorgt ervoor dat je je beter en langer kan concentreren, maar bovenal dat je beter presteert op school. Ja, Christian, ik wil dit graag even laten zien. Jij kunt het zelf ook heel goed vertellen, maar dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Het mooiste, het allermooiste is misschien nog dat je zelf ook een student was die moeite had met studeren. Hoe zat dat precies? Ja, klopt. Ik was een hele slechte leerling al op school. En ook zeker als student nooit echt, of in het begin niet goed geweest. Dus veel moeite met leren. Dus ging wel veel naar colleges en was er ook nog veel mee bezig. Maar dan kwam ik thuis en dan deed ik mijn boeken open en dan begon ik te lezen en te leren. En dan bleef er eigenlijk verschrikkelijk weinig hangen. Dus toen, hoe komt dat? Heel vaak wordt er dan gezegd dyslexie. Was het in jouw geval ook zo? Nou ja, dyslexie, dat is mij niet vreemd, maar het is wel, dyslexie is echt een leesprobleem en een leerprobleem is echt iets anders. Als je een boek leert, moet je het eigenlijk met een bepaalde strategie doen, met een bepaalde manier aanpakken. En dat is bijna niemand die dat echt goed weet hoe je dat moet doen. En jij bent op dat idee gekomen, straks ga je precies uitleggen. Ik wil ook weten hoe dat werkt, hoe dat in elkaar zit, maar hoe ben je op het idee gekomen? Ja, ik werd op een gegeven moment, moest ik ongeveer van de universiteit af, omdat het te slecht ging. In mijn eerste 2 jaar heb ik 30 punten gehaald en normaal hier 60 per jaar halen. Zo. Dus ik was vrij ver afgezakt. Ja. En toen kreeg ik een studiecoach. Dat was een geweldige vrouw. En die ging mij uitleggen hoe je het nou precies aan moest gaan pakken. En ik ben de vaardigheden die ze mij heeft uitgelegd enorm goed gaan toepassen. En ben daar in één keer een van de beste studenten mee geworden. Dus toen dacht ik, hey, leren is gewoon echt iets wat je, als je het goed aanpakt, kan je het gewoon echt heel enorme verbeteringen kan je enorm verbeteren als student. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik heb hier zoveel van geleerd. Laat ik een systeem bouwen en daar kan iedereen mee leren. En dat heet E-Effect. En leren nu zo'n bijna 100.000 kinderen en studenten. En dan ga je mee de grens over. Bij Harvard wordt het gebruikt. Dus langzamerhand geaccepteerd ook. Je hebt pas een miljoenen impuls daarvoor gekregen. Moet je kijken. Die geweldige vrouw van destijds, pikt die ook nog een gaatje mee of niet? We zijn heel goed bevriend en we spreken elkaar heel regelmatig. En ze is nog steeds een inspiratiebron. Maar geen aandeelhouder bijvoorbeeld? Niet officieel, maar... Nee, dat... Hoe komt het nou, 10%, hè? Want u weet dat precies. Hoe komt het nou dat 10% maar blijft hangen als we iets lezen? Dat is wel heel weinig. Als het gaat meer over de Ebbinghaus-Forget-curve, denk ik, waar je op de Ebbinghaus-Forget... Kijk, daar komt hij. De Ebbinghaus-Forget-curve. Ja, wat is dit? Dat is een man die al in 1850 leefde. Ja. En die laat eigenlijk zien, als je iets leert, wat er dan eigenlijk blijft hangen. En dat is inderdaad heel erg weinig. Hoe hard dat gaat, kijk eens, na een maand, dat is nog maar 21% is nog maar over. Dat gaat echt heel snel weg. Ja. Hoe komt dat? Hoe werkt dat in de hersenen? Als je iets nieuws leert, dan gaan je hersenen, je hersencellen, die gaan vuren met elkaar. En dat is, moet je het in eerste instantie zien als een klein, heel smal pad eigenlijk, als je iets nieuws leert. En uiteindelijk, als je iets vaker doet, als je die Ebbinghaus Forget Curve, als je die gaat toepassen, dan wordt het eigenlijk langzaam een breder pad. En dan moet je het uiteindelijk, wordt het een soort snelweg. Maar wat Christian zegt, dat lijkt dan te werken. Hij heeft ook gemerkt dat het werkt. Veel mensen hebben daar baat bij. Dat is geen flauwekul verhaal. Maar hoe kan dat? Dat dit zo relatief makkelijk gaat. Met andere woorden, iedereen kan het leren. Ja, wat denk ik de kracht is van zijn app. Hij werkt onder andere met flashcards. En het komt steeds terug. En het is helemaal aangepast, als ik het goed heb begrepen, aan die Ebbinghaus Forget Curve. Klopt. Ja. Maar dat betekent dus dat je leest een boek. Een boek van 100 pagina's. Om te beginnen, is het dan het beste om dat
Bijvoorbeeld een tentamen, daarvoor moet je het boek lezen. Moet je dat dan de avond van tevoren lezen? Of moet je juist de dag zelf een uur eerder opstaan en het dan lezen? Of een paar uur eerder opstaan? Je kan het beste de dag van tevoren dan goed lezen. Nog beter is om ver van tevoren te beginnen. En dan de dag van tentamen zelf nog een paar keer te herhalen. Dan wou die, zoals ze zegt, het pad wordt dan breder en sterker, omdat die verbindingen in de hersenen sterker worden door die herhaling. Ja, dat is toch een, is dat toch hoe het werkt? Je kunt het dus beter de dag ervoor doen, want tijdens het slapen wordt het dan in de hersenen opgeslagen. Is dat toch het verhaal? Ja, ze denken inderdaad, ze zijn er nog niet helemaal uit hoor, de wetenschappers. Maar ze denken inderdaad dat dat komt doordat je slaapt en dat je daardoor het beter kunt onthouden. Goed, maar dan dus effect gebruiken en dan kun je sneller studeren. Geldt het voor iedereen of is het toch weer afhankelijk van je IQ? Van de hoeveelheid hersenen die je hebt? Er zit zeker een verband in. Maar iedereen kan verbeteren. Laten we daarmee beginnen. Iedereen kan het beter dan hij denkt. En je bent niet dom of langzaam of minder intelligent op het moment dat het niet lukt. Waarschijnlijk pak je het gewoon op de hele verkeerde manier aan. En met effect gaan we dan eigenlijk vanzelf de vaardigheden toepassen die je moet toepassen. Maar dan gaat het niet om de inhoud, dan gaat het dus echt om de vaardigheden. Om de vaardigheden, ja. Dus kan je kunnen zeggen, leren is een trucje. Het is niet helemaal een trucje, maar het is wel heel erg raar dat je, ik weet niet op de basisschool of de middelbare school, hoeveel je zelf wellicht geleerd hebt over het brein, maar ik denk niet zo heel erg veel. Helemaal niks. Nee. En dat is eigenlijk heel raar, want als je aan het leren bent, dan gebruik je je brein. En je leert wel over je hart en je leert over van alles en nog wat, maar je leert niks over je brein. Nee. Dat is eigenlijk heel raar. Maar moet je dat op zo'n jonge leeftijd dan leren? Wat moet je dan zeggen tegen op die leeftijd? Je kunt het heel bazaal houden. Je hebt tegenwoordig, thuis heb ik zo'n knuffel in de vorm van een hersencel. Je kunt ze uitleggen dat als je iets nieuws leert, dat die hersencellen dat die met elkaar gaan vuren. En als kinderen dat weten, dan blijkt ook dat ze daardoor het ook leuker vinden om te leren en het makkelijker ook oppakken. Moet je kijken. Nou, jij hebt het ook leuker gemaakt met die 6 handvatten. Hè? Dat is aardig om die. Want dat zijn toch de zogenaamde tools en zo. Laten we maar eens even naar kijken, die 6 handvatten, hoe dat er precies uitziet. Dit zijn ze. De eerste structuur, dan denk ik, oké, die kennen we. Structuur is meer is de vorm waarin je je omgeving van je, van je, waar je zit aan je bureau. Maar ook zeker de structuur van je boek. Er zijn heel weinig mensen die daar goed aandacht aan besteden. Hè. Als je een boek leert, moet je eerst goed de titel lezen. Daarna de inhoudsopgave bekijken. En daarna pas echt de stof lezen. Terwijl iedereen die zegt, oh, ik moet hoofdstuk 6 leren. Blader de stof open. Begint te lezen waar de tekst begint van hoofdstuk 6. Ja, dan pak je het helemaal op de verkeerde manier aan. Er zijn er nog een paar. Hè? Er zijn er 6, hoef ze niet allemaal door te nemen. Maar noem maar nog eens 2. De 3 belangrijkste. Het eerste is die structuur. 2 is dat je jezelf vragen stelt over stof in plaats van alles maar arceren. Verbanden leggen. Verbanden leggen door vragen stellen. Dan gebeurt echt dat vuren. De derde is het herhalen. Dus, ja, herhalen is heel belangrijk. Ja, dat zijn eigenlijk de 3 belangrijkste trucs van de tijd. Maar er zijn er nog een paar. Er is ook 1, die pak ik er even uit, namelijk de zogenaamde mindmapping. En die komt ook, kijk maar, pauzeren, uitleggen, dan komt die mindmappen. En wat is mindmappen precies? Ja, mindmappen is eigenlijk een manier van aantekeningen maken die aansluit bij hoe je hersenen werken. Ja. En dat werkt echt fantastisch. Ik heb een beetje een vergelijkbaar wat Christian ook heeft gehad. Ik had best wel heel veel moeite in eerste instantie met studeren, vooral met talen. En toen ben ik me meer gaan verdiepen. Eigenlijk pas toen ik op de universiteit was, kwam ik in contact met snellezen en met mindmappen. En toen dacht ik van, wauw, had ik dit niet gewoon veel eerder kunnen leren. Want maar dat is bijna onvoorstelbaar. Dat is wel heel leuk om dat te ervaren. Dan heb je dus eigenlijk de hele middelbare school. Dan denk je, nou, dat lukt niet zo. 5 zesjes. Ja. Dan zit je op de universiteit en dan leer je op een andere manier gewoon naar die stof kijken. En dan gaat het een stuk makkelijker in minder tijd. Minder tijd wil zeggen dat je bijvoorbeeld een boek waar ik normaal 2 uur over doe, de tijdwinst is 50%. Ik doe er de helft van de tijd over. Het zou kunnen dat het inderdaad tot zover gaat. Het kan zelfs nog verder gaan, het kan ook minder ver gaan. Maar het is zeker zo dat als je het op de goede manier aanpakt, dat je enorm veel tijd en vooral kwaliteit kan winnen. Ik zeg wel, je kan van een 7 een 8 maken of van een 6 een 7,5 maken in dezelfde tijd door het op de goede manier aan te pakken. Ik zei net al, het is bijna te mooi om waar te zijn. Maar als dit verhaal helemaal waar is, waarom omarmt niet iedereen het dan? Waarom wordt het niet gewoon in het hele onderwijs gebruikt? Dat is heel jammer. Het komt wel langzaam. Ik zie wel dat er steeds meer scholen ook, dat die echt interesse hebben, ook hoe het brein werkt en hoe het werkt met leren. Maar om met snellezen terug te komen, kun je het vergelijken met autorijden. Als jij gewoon op een snelweg zit en je gaat achter een vrachtwagen hangen en je rijdt 80 km per uur. Nou, dan zou je bij wijze van spreken nog even een blikje kunnen opentrekken of nog iets anders kunnen doen. Ja, van alles doen. Ik raad het je niet aan om te doen. Zeker niet gaan multitasken, maar je zou het wel kunnen doen. Als je nou met 180 km per uur gaat rijden, dan zul je je echt helemaal moeten focussen. En zo geldt dat
Met lezigheid, dat geldt het eigenlijk ook zo. Als je helemaal gaat focussen, dan ben je ook niet meer afgeleid dat je ondertussen zit te denken van, hé, wat moet ik nog bijvoorbeeld voor boodschappen doen of andere dingen waardoor je in één keer wordt afgeleid. Dus, nogmaals mijn vraag, hoe kan het dat niet iedereen het omarmt? Want je loopt er in de praktijk tegenaan, je bent ook heel blij dat veel mensen het wel doen. Wat weerhoudt sommige scholen hiervan? Nou, vernieuwing is natuurlijk een probleem, want niet alle docenten heel fijn vinden. Ze hebben enorm druk om hun vak te doseren. En dat moet allemaal binnen gezette tijden. En om dan dingen te veranderen is vaak lastig, want ze doen het immers al heel lang op dezelfde manier. Een beetje gedragsverandering bij de eindgebruiker, dat is ook wel lastig. Mensen zijn toch echt gewend om gewoon met pen en papier te zitten en te krassen. Maar over het algemeen, we hebben nu bijna 100.000 gebruikers. Dus in Nederland wordt het wel echt heel erg veel gebruikt. En de manier van met flashcards leren, dat is in Amerika, is een markt waar ik nu meer actief ga zijn, is dat heel populair. Dus daar leren de kinderen echt vanaf de eerste klas, leren ze gewoon met flashcards leren. Dat betekent dus over een jaar of drie, dan kom je helemaal niet meer als ik je uitnodig. Dan ben je zo groot geworden, dat ik je langer zitten. Zeker wel. En dat is iedereen aan te raden. Dat betekent, u zegt, u doet het zelf ook. En kinderen, neven, nichtjes, iedereen in uw omgeving ook, die jong is? Ik heb een zoon en een dochter van 4 en 6. Ja, die zitten daar nou nog net niet helemaal in. Nee. Maar dat... Maar ik heb bijvoorbeeld wel een zus en die kon altijd zelf heel makkelijk leren. En die ging op een gegeven moment ging ze bij de spoedeisende hulp ging ze werken. En toen zat ze eigenlijk met de handen in het haar van help, hoe ga ik dat doen? Toen heeft ze dat mindmap heeft ze opgepakt. Maar ik kan me voorstellen dat met die flashcards ook super zou werken. Dan gaan we maar in Amerika. Toen heeft ze de studie eerder afgerond als dat eigenlijk de bedoeling was. Ja. Goed, nou, ik moet ook eens hier naar gaan kijken. Ik dank jullie hartelijk. Dat scheelt een hoop tijd ook inderdaad. Dank je wel voor dit verhaal. Dank je wel.